Ja, Jean-Jacques de Gucht van Open VLD is intussen komen aanschuiven. Dag, meneer de Gucht. Ja, u heeft blijkbaar weinig vertrouwen in dat religieuze staatsorgaan, dat Turkse departement voor religieuze zaken, Diyanet, dat zou oproepen om vermeende aanhangers van de Gulen-beweging te bespioneren. Ja, u heeft daar weinig vertrouwen in? Wel, oorspronkelijk is Diyanet eigenlijk opgericht om juist het seculiere karakter binnen Turkije te bewaren. Maar meer en meer is het eigenlijk een verlengde van de politiek van Erdogan, waar meer en meer eigenlijk vanuit een wij-zij-verhaal vertrokken wordt. En hij zijn politieke macht probeert uit te breiden, niet alleen in het binnenland, door vat te krijgen op inderdaad die religieuze zaken in het binnenland, maar ook via Diyanet in de diaspora, zoals men alle gebieden buiten Turkije rekent, waar toch wel een percentage aan Turken woont, van daar een vat op te krijgen. Ja, we lezen onder meer dat het vrijdaggebed in Turkije wordt geschreven en dan hier wordt voorgelezen. Ja, maar op zich, als je natuurlijk werkt met een overheidsinstelling als Diyanet die hier moskeeën heeft, als men zich in dat vrijdaggebed houdt aan de waarden en normen die in onze maatschappij, in onze samenleving, dan heb ik daar op zich zelf nog niet het grootste probleem mee. Nochtans, u ijverde hier ook in het parlement voor een Vlaamse imamopleiding. En die zouden het dan toch wel zelf mogen schrijven, neem ik aan. Ben ik volledig mee akkoord. Ik wil eigenlijk af van het idee van pendelimams en ook buitenlandse imams. Zoals bij Diyanet mag er enkel imams aantreden die een Diyanet-opleiding gekregen hebben. En we hebben dus al op verschillende manieren geprobeerd. En u zegt, nee, moet een Vlaamse opleiding zijn. Wel, we hebben al verschillende keren geprobeerd, ook in Nederland, om samen te werken met Diyanet, om te kijken op welke manier dat we dat samen kunnen ontplooien. En de Turkse vertegenwoordiger is daar tegen, omdat hij vindt dat dat overheidsinmenging is. Dat is natuurlijk wel een bijzonder rare kronkel om te zeggen dat iets overheidsinmenging is, als zijnde een eigen overheidsinstelling zijnde. Dus dat is en, dat maar zou het voor u een garantie zijn dat die normen en waarden die wij hanteren dan beter ingebed zouden zijn? Maar ik ben ervan overtuigd dat als je er zou in slagen van in onze contrein een imamopleiding te hebben, die op een goede manier ook opgevolgd wordt, die op onze universiteiten doorgaat, waar een inburgeringscursus aan verbonden is, dat mensen zijn die ook hier opgegroeid zijn, dat men dan op een andere manier naar die religie gaat kijken. Ik ben ervan overtuigd dat het verkeerd is van te vertrekken. Je moet je eens voorstellen, dat zijn mensen. We hebben in ons land imams die in Saoedi-Arabië naar hier komen voor 6 maanden, hier preken. Ja, maar goed, ik ga ervan uit dat die niet in Turkse moskeeën gaan preken. We hebben dus pendelimams in België die eigenlijk geen woord Nederlands kennen, die totaal niet weten welke waarden en normen hier heersen, maar die wel via de religie een impact hebben op de mensen die daar naar de moskee komen. Maar ik vind dat dus onverantwoord dat wij een systeem hebben waarbij dat een buitenlandse overheid eigenlijk die religie gebruikt om een politieke boodschap van eigen land over te brengen En u verdenkt Erdogan daar ook van? Wel, de realiteit is dat die welt in Duitsland 3 van dergelijke rapporten, zoals men dat dan noemt, heeft kunnen inkijken, waar duidelijk uit blijkt dat 1, de verschillende instellingen van de Gulen-beweging op een bepaalde manier worden bespioneerd. Dat gaat dan over liefdadigheidsinstellingen, NGO's, onderwijsinstellingen en dergelijke meer. En dat daarnaast ook kritische noten staan over journalisten en over politici in Duitsland. Ja. Dat is ontoelaatbaar dat men dat op deze manier organiseert. Dat is regelrecht spionage en ik vind dat we daar moeten tegen reageren. Moet de Vlaamse regering de erkenning van die Turkse moskeeën dan maar intrekken? Wel, allereerst moeten we nagaan of dat inderdaad ook bij ons het geval is. Maar goed, KNAK heeft die brieven ook gepubliceerd op zijn website. Er is nog weinig reden om te twijfelen, denk ik. Inderdaad, maar we moeten dat eerst nagaan. Je moet altijd woord wederwoord. Dus we moeten dat in onze rechtsstaat nagaan. Ik heb gevraagd aan minister Homans om ook aan collega Geens op het federale vlak te vragen van dat rapport te maken. Zodanig dat wij inderdaad in ons schoenen staan om die intrekking in te trekken als dat nodig zou zijn. Justitieminister Geens, die trouwens al gezegd heeft dat hij de staatsveiligheid op deze zaak heeft gezet. U zegt van, we moeten het nagaan, terecht wellicht, want de directeur van Diyanet heeft op de Nederlandse televisie beklemtoond
wij zijn een onafhankelijk instituut, dit is uit de lucht gegrepen. Gelooft u hem? Het is geen onafhankelijk instituut, hè. Dianet. Dianet is een overheidsgesubsidieerde organisatie die ten andere meer geld heeft als het ministerie van Binnenlandse Zaken in Turkije en waarbij sinds het aantreden van Erdogan dat verviervoudigd is, dat budget. Okay. Dus dat is een duidelijk verlengde van het buitenlands politiek beleid van Erdogan. En aangezien dat men duidelijk ziet dat die Turkse maatschappij aan het evolueren is van een seculiere maatschappij naar een autocratische maatschappij, denk ik dat we dat we dit moeten van opvolgen. Heel nabij moeten opvolgen. Okay. En dat gaat u wellicht doen ook in dit parlement. Bedankt voor dit gesprek. Zeker van Jacques de Gucht.